Ladies and gentlemen, dit is aflevering 98 van Technicraft. En we zijn bijna bij de 100, dat gaat zo snel, omdat we natuurlijk nu gewoon uit het niets elke dag één aflevering Technicraft geven om 10 uur. En we gaan door naar het intro. Okay, people, let's go to work. En ik plaats hier een blokje en daar, oh daar niet. Mijn geluid staat uit jongens, excuus. Zo. En ik ben hier niet alleen. Ik ben natuurlijk weer met twee mensen. En die mensen, die ga ik aan jullie voorstellen. Hallo. Hoi. Dit is Dennis, onze Belg. Ja, ik ben nieuw. Ja, hoe vind je het in Disneycraft, Dennis? Vervelend een beetje. Ja, dacht ik al. Ja, je toont ook heel weinig inzet. Bedankt. Nee hoor, Dennis is heel goed bezig met Irma. Want Irma heeft echt een keigrote taak en dat moeten jullie echt maar onthouden. Want ze wordt ook dagelijks gevraagd op de server complimenten over het kasteel. En wauw, het kasteel ziet er goed uit. En ik heb het eigenlijk, ik ben er ook wel eens gewoon, ik heb er echt serieus een keer gewoon voor het kasteel gestaan. En toen heb ik gewoon met mijn armen over elkaar gewoon even 5 minuten gewoon gestaard naar dat kasteel. En ik dacht, wauw, echt. Dat is echt geen geintje. Dat is echt geen geintje. Ik heb serieus, dat heb ik ook nog niemand verteld. Ook jullie weten het niet. Ik heb serieus even naar dat kasteel gekeken. En ik vond het echt fantastisch. Ik vond het er zo mooi uitzien. Ik dacht, wauw, dit is echt zo positief. En ik ben zo, nou jongens. Ik ga voor aflevering 100. Zoals je weet, er komt een hele lange video komt eraan. En er komt zeker weten een nieuwe, vernieuwde InShaders opgenomen. Hopelijk een trailer van Disneycraft 2.0. Dus we gaan zoveel mogelijk dingen afbouwen. Zodat jullie dat ook lekker kunnen zien. Ik ben nou bezig aan een stuk bij de Space Mountain. Dat is helemaal vernieuwd. Echt, alles is vernieuwd. En dit stuk is ook helemaal vernieuwd. Want jullie zullen dit helemaal niet... Ik herken dit gewoon niet meer, dit pad. Maar hier links staat dus een gedeelte van de Simba Coaster... En de loopattractie, de nieuwe loopattractie, die was vroeger, was dit de Lion King. En de Lion King was natuurlijk een, dit is nog helemaal niet af deze attractie. Maar er wordt een loopattractie met een heel leuk avontuur. En ook wat trickjump dingetjes erin verweven. En een leuk verhaal, wat eigenlijk hartstikke leuk maakt. Want er komen veel meer leuke dingen in, wat minder met traincards wordt gedaan. Zodat we nog meer attracties kunnen maken dan nu is. Nou, dat is natuurlijk alleen maar positief. En ik ben hier met Kasteelvuur, die zit hier ook even te loeren. Die is ook natuurlijk een vaste bezoeker. En natuurlijk zal Grappie, die komt er al aangelopen. Dat is altijd zo, ja, dat is altijd Grapfloor. Die krijgen jullie natuurlijk ook wel eens een keer te horen in de video's, want die heeft geen microfoon. Maar die gaat zeker wel een microfoon een keer halen. En, ooit een keer? Okay. Ja, we hebben er een aangeraden voor de, dus dat gaat allemaal goed komen. Ja. Nou, ik ben even aan de World Editor. Dit is de Woody Coaster. Dus ik denk, Vincent, dat hebben we al lang gezien. Laat ons wat nieuws zien. Nou, ik laat meestal expres minder zien. Omdat ik niet te veel wil verklappen. En dat waarderen jullie heel erg. Want jullie vinden het al te gek dat er elke dag een nieuwe aflevering komt van Disneycraft. Yay! En ik was in het begin een beetje bang. Wordt het niet te veel één dag? Elke dag één aflevering. Ben je gek? Ben je mal? We doen het gewoon. Nou, eens even kijken hoor. Dit gebied was ik aan het opfrissen. Je ziet dat het gebied bij de clownenval wordt ook helemaal aangepakt. Dus dat ziet er ook heel raar uit ineens. Het is allemaal wat meer gras geworden. En het is even wennen. Het is echt even wennen. Maar er komt wat vets voor in de plaats. Ja. Ik ga nu even tp'en naar Blobelet. Naar Dennis. Want Dennis is ook aan iets bezig. Want we hebben namelijk een... Oh, hij is niet in de server, Dennis. Ben je er nog? Ja, natuurlijk ben ik er nog. Ben je in de server? Ja. Hij is nog in de server hoor. Oh, ik kon net niet teleporteren. Ik had precies hetzelfde. Oh, ik had warp bloot. Ja, sorry, bloot. Wauw. Bloot, ja, bloed. Klinkt zo liguber, bloed. Vind je niet? Ja, bloedbeleg. Oh, ik zet het iets zachter, jongens. Anders weer alleen maar keiharde. Oh, dit pad heb je mooi gedaan zo? Nee, die hoek moet ik nog doen. Het is juist de andere kant die ik al heb gedaan. Welke kant heb je gedaan? Oh, dit heb ik gedaan, dit. Oké, dan ga ik dit met gras bespieden. We hadden namelijk een blunder in de server. Door een fout in Bucket... was er een beetje het probleem... dat de server niet backupte.
En toen kwam ik er dus een beetje te laat achter dat we 3,5 uur voor niets hadden gebouwd. En jullie kunnen het wel herinneren. Het gebied hier zo. Ja, Blablet heeft wel. Ik had wat foto's genomen van de video die we opgenomen hadden voordat het nog niet kapot was allemaal. Maar zie je, het is allemaal opnieuw gebouwd. Dit klopt helemaal niet meer met de video die jullie voorheen zagen. En dat maakt helemaal niet zoveel uit. Omdat het eigenlijk bijna weer overeenkomt met het origineel. Want ik heb om 12:30 s'nachts, heb ik eigenlijk met Irma nog even keihard lopen bouwen toen die backup terug was gezet aan het vernieuwde stuk. Toch Irma? Ja. Dat was grappig. Zeker. Nou, het was eigenlijk niet grappig, want ja. Het was echt. Grappig heb ik er nog niet van ondervonden. Nee, echt hè. Het was echt een blunder en ik. Dennis wist er ook nog niet van. En toen zei ik zo tegen hem van ja, ik heb een beetje negatief nieuws. We hebben 3,5 uur voor niks lopen bouwen. En oh man, ik dacht van dit is echt zo zonde. Maar we konden er weinig aan doen. En ja, soms foutjes heb je nou eenmaal met een server. En dat kan gebeuren. Shit happens, zeg ik dan maar, toch? Mhm. Zo. En het is ook lekker weer trouwens. Ja, want ik ben, als je deze video kijkt, ben ik al bij Pinkpop geweest. Maar ik moet er nog naartoe. Omdat deze video dus eerder is opgenomen. Hey, apart hè? Logic. 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 Nou, jullie zien best wel veel vernieuwing van het park. Maar als ik hier zo ronds vlieg, dan kun je echt gewoon helemaal niks meer herinneren van iets. En dat is wel leuk, want we hebben het echt heel erg aangepakt. En volgens mij, medewerkers zijn er wel positief onder. Toch? Ik heb nog geen negativiteit gehoord over de verbetering. Nee, ik kan het niet. Nee, toch? Of zijn jullie het niet mee eens? Jawel, ik ben het zeker. Jawel. Ja, dat kan toch. Meningen zijn altijd welkom. Mhm. Zo, Irma, en wat voor. Mag ik jou vragen, Irma? Wat vond jij nou het moeilijkst om te bouwen aan het kasteel? Zonder spoilen. Kijk hoor, ik denk dat ik de torens wel het lastigste vond. Oké, de torens. Ja. Ja, het kasteel heeft zoveel torens gekregen. Ja, want hoeveel kan je er al tellen? Hoeveel kan je al vrijgeven aan de mensen? Hoeveel torentjes heb je al. Zou ik ze allemaal tellen? Ja, hé, maar anders doe je dat gewoon even. Ja, misschien doe ik dat. Volgens mij zijn het er wel meer dan 7, denk ik. Ja, veel ja, meer, hè? Dat denk ik of niet? Wel. Ja, hè? Ik ben even het pad aan het maken. Dit is namelijk bij een nieuwe attractie in ja, hij is verplaatst. Hij is van eigenlijk een gebied gegaan waar ik dadelijk naartoe ga. Is hij eigenlijk verhuisd naar ja, in het park. Omdat we eigenlijk, vond ik het wel een hele mooie attractie. En hij past precies op een hele lege plek die we hadden gemaakt. Ik praat natuurlijk over Disney Gardens. En Disney Gardens wordt een hele leuke boottocht. Die je meeneemt naar allerlei Disney figuren ook. En natuurgebieden, molens. Echt heel erg schattig allemaal. En is ook zeker een automatische attractie, geloof ik, aan mijn hoofd. Dus dan kunnen mensen gewoon erin wanneer ze willen. Nou, dat is super toch? Kijk hoor. Ja, ik heb ze geteld. Oh, kijk nou. En het zijn er in totaal met de kleine torentjes ook. Wacht, niks zeggen. Okay. De mensen, wie nu eerlijk zijn, zet onder in de comments wat jij denkt, wat jouw antwoord is. En dan ja, hoor je nu wel het antwoord, maar dan moet je nu de comment typen. Anders is het niet eerlijk. En dan kijken of jij er gewoon dichtbij zat. Ja, dat is wel leuk. Oké, ik gok zelf. Ik gok geen 7, ik gok er 13. Oké. Nee, dat kan niet. Het moet een even taal zijn. Want het zijn meestal. Oh, ik denk 16. Oké, dat is mijn getal. 16. Laatste comment. En Irma gaat het zeggen. Yeah! Yay! Zal ik het nu al gaan zeggen? Ja, mag ook morgen. Nee, het zijn in totaal 23. Wow! Dat is veel! 23, toch een oneven aantal. Oh nee, het zijn er zelfs meer. Ik vergat deze twee hier nog. Dit was een heel fout. Ja, nu, ja, de mensen hebben toch. Het zijn er 25. Oké. Okay. Ja, het zijn er 25. 25. Nou, ik ben bijna 25. Nou ja, bijna. Duurt nog even voor. Oh. Nee, maar dat is wel grappig, joh. Dat het. Ja, wauw. Gaaf. Heel gaaf. Hoeveel torens had het oude kasteel? Hallo mevrouw, mag ik alsjeblieft in popcorn? Ja! Hoeveel, wat zeg je? Het oude kasteel weet ik echt niet, maar ja. Het was echt een blok. Weet u nog, dames en heren? Het oude Disney kasteel, dat stond als een groot blok. Echt, het was een blokgebouw. Echt een blokgebouw. En daarin stond de Main Street. Nou, geloof me, de hele Main Street is weg.
echt fantastisch. Ik vind het zo fantastisch. Het geeft echt een Disney gevoel. Nou, ik hoop dat jullie er ook net zo enthousiast zijn over mij. En ja, jongens, wacht rustig af op de afleveringen. Want 99 zou ik eigenlijk ook wel graag een hele lange aflevering willen maken. Maar dat gaat niet, omdat ik niet zoveel tijd heb. Omdat ik ook moet inpakken. Ik heb hier een koffer staan. Moet je hem zien, dames en heren? Kijk, dit is mijn koffer. Voor 3 dagen. En ik moet volgende week woensdag moet ik gelijk naar Amsterdam voor Barnetown. Dus ik ben echt heel erg druk. Daarom, ja, daarom wordt het aflevering maar 100 wordt beloofd een hele gave special aflevering. Geloof me, dat gaat tof worden. Want ik zeg één tip of één ding verklap ik. Niet alleen zie je mijn hoofd op de facecam. Hint. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Ik plaats hier wel bomen. Was jij klaar met dit stukje? Dennis? Was je klaar met dit stukje, Dennis? Ja, daar ben ik mee klaar, ja. Oké, tof. Nee, dan weet ik waar ik bomen kan plaatsen namelijk, alvast. Maar ik ga hier dat gras ga ik eventjes een beetje kijken. Soms kan die wat groter en ik had hier zoiets. Ja, maar dat gras had het niet gedaan, dus die... Nee, klopt. Ja, ik doe het een beetje random. Ik denk dat het mooier is als je wat random gras neerlegt. Zo. Random. En hier wordt het wat dunner en hier wordt het weer wat breder. Dat lijkt me gaaf. Zo. Je moet ook gewoon random bouwen hoor, altijd en soms, hè? Vind je niet, Dennis? Als tip geven aan bouwers. Ja, want jij deed dat vorige keer als tip meegeven, dat is ook echt zo. Gewoon ja, lekker. Random, zet een paar blokjes neer en wat versieren aan die huisjes. En, heel handig tip. Het is. Hij is niet mooi gehaald, Zwijk. Je moet durven. Je moet durven, ja, inderdaad. Je moet gewoon denken van, nou, zal dat wel staan? Misschien, nou, het gewoon lekker weg of dan verander je wat kleuren. Ja. Kan geen kwaad als het niet mooi is. Als het niet mooi is, gaan we het wel weg en proberen iets nieuws. Ja. Wat ik trouwens ook niet laat zien in de video's, dat is waar ik nu met mijn rug tegenaan sta. Dat doe ik expres. Dat is namelijk het Disney Sprookjesbos. Het Disney Sprookjesbos wordt namelijk zodanig vernieuwd, dat je ook daarvan iets hebt van, wauw, wat is hier gebeurd? En dat zeker in een positieve zin. We gaan wat meer Disney gevoel geven aan het totale park, maar ook dus vooral aan het Disney Sprookjesbos. En dat hoort erbij, want het Disney Sprookjesbos is natuurlijk wel echt een prachtige... ja, een groot deel van de map is ja, toch met Disney Sprookjesbos bevolkt, om het zo te zeggen eigenlijk. Ja, dat maakt het wel gaaf, joh. Er komen steeds en steeds meer nieuwe sprookjes ook. Klopt. Er is altijd zoveel plek voor. Er is heel veel plek voor, inderdaad. Ja, we kunnen al eentje verklappen welke we erbij hebben gedaan. Ik denk dat... misschien kunnen we iets zeggen over Brother Bear. Dat is misschien leuk. Oh. Jens was daarmee bezig. Brother Bear, dames en heren. Kennen we natuurlijk al. Ik heb de films nooit gezien van Brother Bear. Ik ben wel een Disney fan, maar ik heb echt heel veel gemist qua sprookjes. Ik heb alleen de eerste. Films. 3, 4, 5, 6. Je hebt een deel 2 inderdaad, maar die bleek wat minder te zijn, hoorde ik. Ja, dat klopt wel een beetje. Ja, heb jij hem ook gezien al? Ja, ik heb hem wel gezien. En ik vond nummer 1 toch ook wel beter. Oké, maar tof. Dat is meestal zo. Oh, ja, dat is altijd zo. Zeker bij Disney films dat ook. Okay, deel 2 is veel vaker ook bij echte films hoor. Dat ze gewoon van jongens, alsjeblieft niet. Ga er niet aan beginnen. Oh, je loopt serieus onder de Disney quiz. Wauw, die loopt gewoon onder deze Main Street. Grappig joh. Nooit geweten, want we hadden zeg maar eerst dit gebouwd. En toen kwam later pas die Main Street. Grappig joh. Zo. Het is zo grappig. Ik heb ook heel veel verwijderd van... ik heb een klein gedeelte verwijderd van het Wilde West gebied. Want daar wil ik ook nog wat nieuwe dingen plaatsen. Dat is echt bizar, want er komt echt veel meer bij kijken dan jullie denken. Want ja, we hebben zo weinig tijd om ja, we zijn iets langer dicht dan normaal. Omdat het gewoon echt extreem veel werk is wat we aan het doen zijn.
Maar dat is positief gezien, hè? Dat moet je niet negatief zien van oh jee, oh la la. Alles wordt alleen maar mooier, echt alles. 100%, 100%. We gaan er gewoon ons uiterste stinkende best doen, vooral Irma. Gaat heel hard stinken. Ja, die stank. Het lacht ze mee, maar dat is even serieus, mensen. Ja, dat is echt, dat is een serieus zaak. Dat is echt een probleempje. Ja. Nee, sorry Irma. Awww. Hey, man. Ik vergeef je wel, hoor. Nou, dan wordt hier lekker geslijmd in de chat. Nee. Zo, ik laat zien op mijn bomen. Je zal ook opmerken dat we heel erg hebben gedacht aan natuur. En vooral, we hebben een aantal mensen zoals Bram. En die houden zich heel erg bezig met de natuurpaden aanleggen. En door het sprookjesbos komt er zo ook extra bospaadjes tussendoor. Dus dan kan je en sneller komen bij een nieuw sprookje om te verkennen. En het is ook veel leuker om door de bossen te lopen in een leuk bospaad. In een soort wandelroute. Zo moet je het zien eigenlijk. Zo. Ik ga nog even bij Blootje kijken. Bloot, waar ben je? Nog steeds op dezelfde plek. Ik kom naar je toe. Blootje. Ja, sorry, maar je bent met het kasteel bezig waarschijnlijk, dus ik kan niet naar je toe komen. Ja, dat is excuus. Waar. Het grote geheim is bij Irma. Nou ja, mensen vragen me trouwens ook nog af van, je kan gewoon VIP kopen. Als je gewoon, als je Disneycraft, je wordt gewoon gewijdlist. Laten we het daarop houden. Wees niet bang van, je wordt niet gewijdlist als je VIP koopt. Je kan gewoon VIP kopen als je wil en dan komt het allemaal goed. Dan regelen wij dat je gewoon voor eeuwig of gewoon voor een paar maanden in het park kan ronddobberen. Dus wees daar niet bang voor. Ik krijg al een paar mailtjes over. Ik denk, ik zeg het gewoon even in de video. Zo. Dat is leuk voor die mensjes. Ja, toch? Nou, ik wil hiermee de video wel af gaan sluiten. En jullie bedanken. Het is misschien wat kortere video dan normaal. Maar we komen toch bijna richting de 100. En jongens, kunnen jullie dit nog herinneren? Dat dit de oude Main Street was? De tweede Main Street eigenlijk. Echt bizar veranderd. En we zijn nog steeds bezig. En als we met dit gebied klaar zijn. Jullie zien trouwens een klein deel van de cars. Zo, nu niet meer. Als we hiermee klaar zijn, dan gaan we door. Ga ik nog verder werken aan het Sprookjesbos. Dan ga ik verder met het Wildwestgebied. Atlantis komt eraan, dus dan krijgen we alle themagebieden, die moeten we allemaal gaan aanpassen nog. En als het niet afkomt en we hebben nog meer tijd nodig, dan gaan wij gewoon open voor jullie. Want we willen dat jullie gewoon in die zomervakantie kunnen spelen. Dus dan zetten we gewoon die gebieden af en dan is voor een groot gedeelte het park al af, maar nog niet helemaal. Maar ik had dat beloofd, weet je. Als je iets belooft, dan moet je dat doen. En ja, als we dan zeggen van ja, we bouwen gewoon heel 2.0. En ja, er is nog niet eens een gedeelte af aan de achterkant. Weet je wel, maar ik vind dat jullie wel weer een keer mogen spelen. Want ik mis echt de chat onderin van bezoekers. Ik mis althans niet de vragen die op de website staan. Maar de gezelligheid mis ik. En het schelden mis ik ook niet in de chat. Maar, en nog één ding voor me af te sluiten. Met een mooie Space Mountain op de achtergrond. Met aflevering 100 gaan we een verrassing doen en giveaways. Dus dan kan jij gewoon VIP winnen. Dus, en wat je daarvoor moet doen is gewoon heel simpel. Gewoon reageren in de video aflevering 100. Maar dat is nog niet zover, maar ik zal het dan uitleggen als je die aflevering kijkt. Maar aflevering 100 kan je gewoon winnen door eerlijk in de comments te reageren en te liken. Nou, mensen, bedankt voor het kijken naar 98. Bedankt Irma, bedankt Dennis en Ricky Goalgames. En Kasteelvloer, Fleur, Kasteelvloer. 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 En Gapvloer. En iedereen die hier naar kijkt. Zo, ik ben heel erg gebarentaal. Ik word gebarentolk later. Is je dat? Wow. Dan ga ik zo communiceren met iedereen. Ik zag vorige keer iemand in de metro, die deed het ook helemaal tegen elkaar. Maar het is lekker rustig. Ik meen het serieus. Je hebt heel vaak last van, als baby's dat nou hadden, dan hoeven ze niet te krijsen. Dan gaan ze gewoon gebarentaal tegen elkaar, weet je. Dan is het niet tegen elkaar. Dan is het gewoon van... Ja, zie je? Dat is toch rustiger? Ja. Zal ik volgende keer gewoon gebarentaal doen, Disneycraft? Dat is gewoon een goed idee. Nou, Dennis gaat dansen en ik check jullie later. Gebarentaal. Wat? Of was dat gebarentaal in Minecraft? Oké, sorry. Ik had niet begrepen. Salut. Doei. Doei.